Laten we kijken wat er in het allerlaatste vakje zit. Voelt erg zwaar. Ik ben wel enthousiast. Ja, kijk. Dit zochten we. Dit willen we. Oké. Dit meen je niet. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Hele andere plek. Vandaag ga ik namelijk de Yankee Candle Tower adventskalender unboxen. De grootste, de duurste. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, ik ben Floor Delft en ik ben gek op kerst, kaarsen, kerst. Dus al 2 jaar, dit is dus het 3e jaar, unbox ik al de Yankee Candle adventskalender. En dit jaar heb ik de allerduurste variant gekozen. Ik ben zo ontzettend benieuwd. Ik moet hem dus even neerzetten. Dus vandaar dat ik in de hal zit. Kon niet anders. Dus even een andere setting. Sorry daarvoor. Maar ik zou hem eens even unboxen. Want het is echt bizar. Je moet hem helemaal in elkaar zetten. En dat kan ik niet vasthouden. Ben je benieuwd wat er in deze adventkalender van Yankee Candle zit? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar maak je me heel erg blij mee. Nou, kerst komt er alweer bijna aan natuurlijk. Deze adventskalender van Yankee Candle is €99. En dit zit dus vol met geurkaarsen. Je krijgt hem namelijk in deze verpakking. En deze verpakking ziet er al echt geweldig uit. Dit keer een beetje mintgroen-blauw. Met overal sneeuwvlokjes. Op de achterkant staat... wat staat er eigenlijk? Hoeveel van wat erin zit, dat wil ik nog niet zien. En hier hoe de adventkalender eruit ziet. Dus ik zal het even laten zien. Zo moet de adventkalender eruit komen te zien. Als ik hem dan openmaak. Oh, er zit een heel bouwpakket. Ik pak nu gelijk de tree topper, de piek van de kerstboom. Ik ga nu alles eruit halen en in elkaar zetten. Maar hij staat echt een beetje naar voren. Dus ik ben echt heel erg bang dat het gaat vallen. Deze gaat ook al bijna open. Ik denk dat de adventkalender gewoon vet zwaar is. Dus je moet daar echt mee oppassen. Ik durf het gewoon niet aan te raken nu. De piek heb ik even hiernaast gezet. Want als ik die erop leg, stort die in. Dus dat ga ik niet doen. Maar even, hoe geweldig ziet deze adventskalender eruit. Dit is echt een plaatje. Ik denk dat dit de allermooiste adventskalender is die ik tot nu toe heb gezien en unboxed. Goed, ik ga maar snel beginnen met vakje 1, want anders gaat deze video echt mega lang worden. Vakje 1. Waar zit jij? Ook daar. Oh, hoe ga ik dit doen? Ik ben zo bang dat het neerstort. Het zit heel goed verpakt, dus dat is fijn, want het is natuurlijk van glas. En het eerste item is een vaccinelichtjeshouder met al een vaccinelichtje erin. Nu hebben ze dus nieuwe kerstgeuren. Ze hebben sowieso snowglobe. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd. Ik zou hem hier in beeld doen. Maar ik denk dus, gezien dat hij wit is, dat dit de nieuwe kerstgeur snowglobe is. En deze is echt lekker. Beetje fris. Frisse kerst. Ik omschrijf het als frisse kerst. Vakje 2, vakje 2. Oh, dit meen je niet. Ik heb deze verkeerd om... Shit. Shit. Goed, 2-2. Het is me toch gelukt de piek hier op te plakken. Hij heeft dus zo'n plakketje aan de onderkant. Dus dat is echt top. Vakje 2. Dit is een wat groter vakje. Dit is inderdaad van een nieuwe kerstcollectie geur. Oh, die had ik niet verwacht. Ik vind deze heel lekker. Dit is de geur Peppermint Pinwheel. En je ziet dus ook zo'n candy cane op het plaatje staan. En ik dacht, nou, peppermint candy cane, dat is best wel minty. Weet je wel, ik hou daar niet zo van. Maar heel eerlijk gezegd ruikt het best wel warm. Het is echt best wel een warme geur. Heel lekker. Echt naar een snoepje. Maar een kerstsnoepje. Hier ben ik ook heel erg blij mee. We gaan door naar vakje 3. In vakje 3 zit een kaarsendover. Nou weet ik dat heel veel mensen dit ja, niet gebruiken. Ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik het ook niet. Maar ik vind het wel leuk dat het erin zit. Omdat het echt een kaarsen-adventkalender is. Dus dan mogen er ook wel wat kaarsen-tools in zitten van mij. Hij is wel heel zwaar. Het is wel een goede kwaliteit. Maar zoals ik zei, ik gebruik het niet. Mocht je een kaarsendover niet kennen, hiermee kun je dus gewoon een kaars uitdoen. Dus ja, je stopt het letterlijk zo erop en dan gaat hij uit. Maar ik blaas het altijd uit. Ik moet zeggen, als je dit gebruikt, gaat de kaars wel beter uit. Waardoor je hem beter weer kan, de volgende keer kan branden. Dus dan heb je wel langer profijt van je kaars. Maar goed, ik blaas het toch.
In vakje 4 zit deze lichtroze kaars, wederom in dit glazen verpakking, met de nieuwe kerstgeur Snowflake Kisses. Oh nee, die vind ik niet zo lekker. Het doet mij een beetje denken aan een zoete luchtverfrisser. Erg zoet. Maar het klinkt leuk, ziet er leuk uit, maar niet helemaal mijn geur. Maar misschien is het wel jouw geur, dat verschilt natuurlijk. Ik weet dus dat Yankee Candle een nieuwe huisstijl heeft, nieuw logo, nieuw branding. Ze produceren nu ook hun kaarsen op een andere manier, waardoor het er wat netter in een potje zit. Dat had ik toevallig allemaal gelezen, Yankee Candle fan hier. Maar ik vind dus de oude Yankee Candle verpakking toch wel wat leuker. Vooral met die ouderwetse dop zo erop. En ik weet niet, dan had je altijd zo'n cozy, schattig plaatje. Waardoor je helemaal in de kerststemming kwam. Of in de herfststemming of whatever. Het is wat minimalistischer. Maar goed, misschien moet ik er gewoon nog aan wennen. Dit is een klein vaccinelichtje. Volgens mij is dit in die nieuwe andere kerstgeur. Joh. Volgens mij zijn dit alle andere nieuwe kerstgeuren. Ik weet zo even de naam niet, maar ik zal hem opzoeken. Ik vind hem wel lekker, maar niet heel bijzonder. Maar het is wel een lekkere geur. Dus dat is die. Komt altijd goed van pas. In vakje 6 zit ook weer een klein vaccinelichtje. En dit is sowieso in de geur Snow Globe Village. Oh, dit is wat groter vakje. Oeh, wat is dit? Dit is met een hele verpakking er nog omheen. Dit is de geur vanille crème. Vanille, kom ik weer. Ik zeg vanille. De helft, de andere helft zegt vanille. Ik hou bij vanille. Vanille crème brûlée. Nou, dat klinkt toch lekker. Dit is de verpakking. Beetje een beige kleur. Echt heel erg mooi. Ja, dit ruikt echt naar crème brûlée. Gewoon lekker een koekje. Zoet. Heel erg lekker. Goed, er zitten tot nu toe wel wat kleinere kaartjes in. Dus ik hoop toch echt dat we nog wel wat groter gaan. We gaan door naar vakje 8. En die zit hier. Oh, ik vind dit zo spannend. Ik ben zo bang dat het telkens omvalt. In het volgende vakje zit dit kleine paarse vaccinelichtje. Jammer dat het niet wat groot is, maar misschien komt het nog. Ik gebruik het altijd wel, dus het komt alles van pas. Maar nou moet ik zeggen dat ik de geur niet heel erg lekker vind. Ik vind het wederom een beetje een toiletgeur hebben en geen kerstgeur of zo. Oeh, en ik denk dat dit de crème brûlée variant is, maar dan in een theelichtje. Ja. Heel erg lekker vind ik die. We zijn dan weer bij vakje 10. En die zit hier links. En dit is weer een kleiner theelichtje. Jammer, maar oké. Volgens mij hebben we deze ook al gehad. Oh nee, het is wel een andere kleur blauw. Deze zit er nu in en deze was net. Dus het is toch een andere kleur. Dus ook een andere geur. Oh ja. Ja, het is echt een andere geur. Een beetje mannengeur vind ik dit. Wel lekker. Vakje 11. Kijk, hier was ik al bang voor. Het staat zo erg naar voren. Oh, straks is het kapot, dan ga ik huilen. Wat erg. Goed, ik ga nu gewoon het doosje eraf halen. Want dit gaat niet helemaal werken zo. De volgende kaars is in een glazen potje en is de geur White Spruce en Grapefruit. Ja, dit is dus echt een passievrucht, of course, geurtje. Niet helemaal mijn geur. Ik associeer het namelijk met drank. Ik weet niet of dat aan mij ligt of... Ja, het ligt aan mij. 12 zit hier, maar dan moet ik alles eraf halen. Dus ik ga het toch weer proberen. Ja, Floor. In het volgende vakje zit weer een kaars in een pot. Ja, het is niet heel groot, zoals je kan zien. Dus dat vind ik wel jammer. Ik hoop echt dat er nog wel iets groters komt. Niet dat ik alleen maar grote dingen wil, maar voor de prijs verwacht ik wel nog even een grote kaars. Wellicht in het laatste vakje. Maar dit is de geur Smoked Vanilla en Cashmere. En dit is gewoon heel erg lekker. Dit ruikt dus echt naar vanilla, vanille en een beetje gesmoked dus, wat er ook staat. Maar echt heel erg lekker. Goed, pakje 13 zit hier bovenop. En dit is de geur. Wild Orchid. Orchidee. Ah, dus echt die orchideegeur, die hadden we net ook. Ja, ik ben er niet heel erg fan van. Het is best wel bloemig. Ik hou niet zo van bloemig. Niet helemaal mijn geur. Vakje 14 is weer een klein kaarsje. En dit is in de geur Snowflake Kisses. Want die ruikt precies hetzelfde en is dezelfde kleur. Vakje 15 zit hier. En dit is een heel erg groot vakje. Oh, goed. Je zou vast denken, wat moet je hiermee? Ik snap als je dit krijgt en je hebt er eigenlijk niks mee met... Ja, je moet wel iets met kaarsen hebben, wil je deze adventkalender natuurlijk bestellen, hè?
Maar heel veel mensen zijn denk ik ook te lui om dit te gebruiken. Dit is zeg maar zo'n lontknipper. Waardoor je hem goed kan afknippen. Waardoor hij de volgende keer weer beter brandt. Ik maak dus eigen kaarsen. Dus voor mij is dit echt ideaal. Dit komt echt heel erg goed uit voor mij. En dan kom ik er gewoon heel erg goed bij. En ja, dit is gewoon top voor mij. Maar mocht je dus niet eigen kaarsen maken en gewoon kaarsen opbranden, wat ik eigenlijk ook altijd hiervoor deed, dan zou ik dit eigenlijk niet gebruiken. Dus dan vind ik het wel jammer. Maar ik vind het dus leuk omdat ik het eigenlijk nodig had. Dus helemaal top voor mij. Vakje 16 zit hier. En vakje 16 is weer zo'n glazen potje in een beige kleur. Maar dit keer wel een andere geur. Namelijk Amber en Sandalwood. En die vind ik ook wel heel erg lekker. Dan gaan we naar vakje 17. En die zit helemaal hier onderop. Hij staat al een beetje open. En hier ben ik wel blij mee. Eindelijk een grotere kaars. Dit vind ik echt top. Dit is dus de geur Snow Globe Wonderland. En dit is dus de nieuwe verpakking van Yankee Candle. Dus niet meer met die ouderwetse dop. Ik moet zeggen dat ik dat dus echt mis. Ik vind dat echt wel wat hebben, die andere verpakking. Maar ja, misschien moet ik gewoon wennen. Maar ik weet niet. Ik vind die andere verpakking toch stiekem eigenlijk toch wel leuker. Maar goed, dit is dus de geur Snow Globe Wonderland. Ja, en deze vind ik heel erg lekker. Nou, vakje 18. Oh, deze klinkt heel erg lekker. In de geur Spun Sugar Flurries. Echt wel wat zoeter. Ja, ik hou ervan. 37 gram is dit trouwens allemaal. Is niet heel veel, maar oh, heel lekker. Goed, we gaan door naar vakje 19. En dit is een rood klein kaarsje. De geur vind ik niet zo lekker. Heel erg smoky houtgeur. En normaal hou ik echt van hout en smokegeuren, maar deze net niet. Vakje 20 zit hier. Oeh, en dit is weer een nieuwe geur. Of althans, volgens mij hebben we hier dus al wel een kleine van gehad. Maar nu komen we eigenlijk achter de geur hoe die heet. Dit is Bayside Cedar. Ja, en dit is dus die geur waarvan ik denk dat mijn vriend het heel erg lekker gaat vinden. Door naar vakje 21 en die zit helemaal bovenop. Namelijk hier. Oh, de piek gaat los. Klinkt altijd zo lekker. En dit is een kaars in de geur Silver, Sage en Pine. Deze ruikt heel erg na een kerstboom, een dennenboom. Ik vind het op zich wel lekker. Niet heel bijzonder, maar wel lekker. Dan hebben we hier Winter Night Stars. Hoe gezellig klinkt die naam? Winter Night Stars. Het plaatje er ook op. Ik word daar heel gelukkig van. Nou had ik deze volgens mij dus net ook in een kleinere variant. En die vond ik niet zo lekker volgens mij. Maar ik moet zeggen dat ik deze eigenlijk wel lekker vind. Wel wat frisser. Toch een beetje zoet. Soms wordt het best wel lastig om geuren te omschrijven. Maar deze vind ik op zich wel lekker. Dan gaan we alweer naar vakje 23. De ene laatste. En die zit hier onderin. Waar zit dan de laatste eigenlijk? Oh, hier. En dit is wel een groot vakje. Oh, ja, kijk. Dit zochten we. Dit willen we. Ja, sorry hoor, maar deze verpakkingen, hier doen we het toch voor. Ik vind dit toch veel leuker dan die andere verpakkingen. Maar dit is mijn favoriete geur van Yankee Candle. De Christmas Cookie. Ja. Ja. Heel erg blij mee. Dit is dus van vorig jaar eigenlijk de collectie. Maar dat maakt mij echt helemaal niks uit. Want dit is echt een hele lekkere geur. Ik ben zo blij dat deze nog wel in zit. Dit is de kaars. En ik vind dit toch echt wat meer kerstuitstraling hebben. Gewoon wat gezelliger. Hier kun je ook wel zien dat dit dus de oude formule nog is. Dus die is wat minder glad. En zoals ik zei hebben ze dus nu een nieuwe formule waardoor het heel glad is. Dus de formule van dit jaar top. Verpakking van vorig jaar kom alsjeblieft terug. Want hier doen we het voor. Goed, dan gaan we alweer naar het allerlaatste vakje. Ik ben heel erg benieuwd. Want 23 was voor mij toch wel echt even hard verwarmen. Dus ik hoop dat 24 dan toch nog even een schepje erbovenop doet. Want 24, ja, dat moet toch altijd wel het leukste vakje zijn, vind ik. Volgens mij vindt iedereen dat. Nou, vakje 24 zit hier. Laten we kijken wat er in het allerlaatste vakje zit. Hij voelt erg zwaar. Oké. Het vakje is weer een kaars in een potje in de geur Snow Globe. En heel eerlijk gezegd vind ik het jammer dat dit het laatste vakje is. Omdat we eigenlijk Snow Globe ook al in een andere geur hadden, maar dan in een grotere kaars. Dus dan hebben we hem twee keer, maar het laatste vakje in een kleinere kaars. Dus
als dit bijvoorbeeld het laatste vakje was, vond ik het dan toch wat leuker of zo. Maar desalniettemin, ik vind deze kaars heel erg lekker ruiken. Dus voor mij komt dit zeker goed van pas. Goed, de adventkalender heb ik uitgepakt en wel. En ik ga nu vertellen wat ik er eigenlijk van vind en of het de 99 euro waard is. Ik kan het dus bijna niet over mijn hart verkrijgen, want ik ben echt fan van Yankee Candle. Ik ben fan van de kerstcollecties en adventkalenders en hoe dit eruit ziet. Ik bedoel, hallo, het is toch echt heel erg leuk. Maar, je voelt hem al aankomen misschien. Ik moet zeggen dat ik ben wel enthousiast, maar niet heel erg enthousiast. En vorig jaar was ik echt heel erg enthousiast bij de adventkalender van Yankee Candle. Het jaar daarvoor was ik ook heel erg enthousiast. En dit jaar is het iets minder. Terwijl ik de grootste adventkalender dit jaar heb unboxed. En die jaren ervoor de middel adventkalenders. Er zitten toch wel heel erg veel kleine kaarsjes in. Nou weet ik dat ze langer branden en een lange brandtijd dus hebben. En gewoon echt een super lekkere geur hebben. Dus daar betaal je ook echt wel voor. Je betaalt natuurlijk ook voor het merk Yankee Candle. Maar toch vind ik het dan voor 99 euro jammer of zo. Er had voor mij wel wat meer, wat groter in gemogen of zo. Toch vind ik de geuren van dit jaar wel lekker. Maar ik moet zeggen dat ik echt heel erg fan ben van de warme, kruidige kerstgeuren. En die zitten er dus dit jaar in de nieuwe collectie niet echt in. Ze zijn vooral wat frisser. Toch een beetje zoet, maar wel aan de frisse kant, de geuren van dit jaar. En dat spreekt mij dus persoonlijk net wat minder aan. Nou heb ik wel mijn favorietjes hier tussen zitten, zoals die crème brûlée en de snow globe. Of was het de snow globe? Snow globe Wonderland. Nou ja, dat zijn sowieso mijn favorieten. De uitstraling geef ik echt een 10. Inhoud geef ik 7. Ik ben toch nog heel erg blij dat deze erbij zit. Ik denk dat het ook gewoon een beetje wennen is voor mij dat die nieuwe verpakkingen er zijn. Ik ben gewoon gek op deze oude verpakkingen. Ik ben heel erg blij met de producten, maar net iets minder enthousiast dan vorig jaar, hè? Dus ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze adventkalender vindt. Vind jij het de 99 euro waard? En wat vind jij van de nieuwe verpakkingen van Yankee Candle? Dit is dus nieuw en dit is dus de oude. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zou de adventkalender in de beschrijving zetten. Ik heb hem trouwens zelf besteld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!